Maarten, hier opent het nieuws met dit nieuws, dus het is groot. Is dat in Amerika ook zo? Nee, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Nee. Net zo min als bij ons. Zijn niet zo belangrijk. Van de Luxemburgse minister-president zou worden gemeld. Maar hoe belangrijk... Uiteindelijk zal er toch wel aandacht voor komen, of niet? Dat zal wel enige aandacht zijn. Dat is wel een belangrijke ontmoeting, toch? Nee, waarom zou het belangrijk zijn? Ah, ik ben het echt mee oneens. Je hebt, Nederland is de belangrijkste producent van lithografie. Van de belangrijkste grondstof voor halfgeleiders. Amerika is bezig om zich te positioneren ten opzichte van China. En die koppeling van de technologie in Nederland speelt daarbij een belangrijke rol. Ik denk dat dit een van de belangrijkste bezoeken is voor Biden. Die je kunt voorstellen van een regeringsleider uit Europa. Dan hoop ik dat hij bij de tijd is vandaag. Ja. Dat is hij. Ja? Denk je dat? Nederland is natuurlijk ook een van de grootste investeerders in Amerika. Maar behalve dat, zeker sinds de UK, Engeland uit de Europese Unie is... is het ontzettend belangrijk voor Amerika om een goede relatie met Nederland te hebben. Dan en voor Nederland om een goede relatie met Amerika te hebben. Dan nog zijn wij een betrekkelijk klein land, niet waar... wat op het wereldtoneel slechts een ondergeschikte rol speelt. Maar wel een grote investeerder in de Verenigde Staten, toch? Ja, dat zijn we, ja. Ja. En Biden had er ondertussen wat documenten mee naar huis genomen. Ja, daar moet je volgens mij niet al te druk over maken. Ook niet, nee. Nee, als ik ook nog het document... Maar hij heeft wel de regels vroeger, overtreden, toch? Ik heb nog wel wat tentamens liggen. Dan zouden ze, zou ze ook in de schuur liggen of zoiets dergelijks, denk ik. Ja. Maar je begrijpt waarom dit enorm opgeblazen wordt. En ongelukkig wijs doet iedereen daaraan mee... omdat de Republikeinen natuurlijk dit zien als een fijn puntje om te scoren. Het is volkomen betekenisloos. Ze hadden natuurlijk die documenten van Trump die destijds waren er maar dat zijn wel bij. Twee totaal verschillende. De een is oude rommel vergeten in zijn garage... en de ander had wel bewust spullen meegenomen... en weigerde ze vervolgens bovendien terug. En hij wordt mogelijk nog strafbaar vervolgd. Ja, maar het gekke is dat we elke keer weer meegaan met dit soort... Ik geloof dat het 6 uur journaal begon ermee. Dat je denkt, jongens, kom leren we nou nooit wat. Wat een flauwekul. Zwijgen dood. Die Republikeinen, de allereerste strategie die de Republikeinen verdienen... is dat ze doodgezwegen worden. Het zijn nihilisten. Je hebt er niets aan. 0,0. Zoals aan de meeste populisten. En dan geven we het toch weer de volle aandacht. De volle map. En dat moeten we niet doen. Al dus want je wekt zo de suggestie, vooral bij mensen die er helemaal geen verstand van hebben... dat het ontzettend belangrijk is. Maar dat is het niet. Goed, ik kijk of de aanklager regels, daar of zo over denkt. In de we gaan naar Helga. Ik ben blij dat het zo warm is. Ja? Ja, dat is heel gunstig voor de energie. Op deze manier springen we er misschien volgend jaar ook zonder al te grote problemen. Ja, maar in de zomer heb je veel meer airco-vraag. Ondertussen bejaard, waardoor dus... Kan je nog slechter tegen de warmte? Een zachte winter. Ja. Nee, een airco is geen probleem. Dan druk je op een knop en het is in orde. Daar gaat de airco aan. Ja. Maar dat kost ook energie, maar wist je dat? Maar de verwarming van mijn studeerkamer, dat is duur. Ja, maar de NASA-directeur Bill Nelson was wel heel alarmerend, hè, wat hij zei. Maarten gaat het niet meer meemaken, maar Alexander wel. En onze kinderen moeten echt daar de hoofdprijs voor gaan betalen. Dat ik 101 hoor. We gaan je reïncarneren. We beginnen heel positief. Je ziet natuurlijk terug in de energieprijzen vandaag. Dat we minder afhankelijk worden van gas. Daar ben ik het 100% mee eens. En natuurlijk is er ook sprake van klimaatopwarming. Maar ik ben eerder verbaasd over hoeveel er al gedaan is. Als je weet hoe traag dit soort van complexe historische processen daadwerkelijk verlopen. Maar de tijd gaat sowieso steeds sneller dan vroeger. Hè? Veranderingen gaan steeds sneller. Techniek gaat steeds sneller. Dat is een volstrekte illusie. Ja, ik wil er best op doorgaan, maar ik kan je zeker... Nou, zullen we dat straks doen? Ja, dat dacht ik beter. Ander nieuws van vandaag. Dank. Straks, dames en heren, de ergernis van Maarten van Rossum. Als het aan hem ligt, wordt geschiedenis weer een verplicht vak op alle scholen... zodat ook dit tot het verleden behoort. Met welke historische gebeurtenis is Slot Loevestein voor eeuwig verbonden? De Vrede van Utrecht. Nee. Marion. Pas. Queenie. Pas. De ontsnapping van Hugo de Groot in een boekenkist. Ja, dat is toch wel een momentum in onze vaderlandse geschiedenis. Ja, oud genoeg ben, dan weet je het. De hoe? Ik zei, als je oud genoeg bent, dan weet je het. Ja. Andrew Tate. Er zijn heel talloze mannen die nooit een DM krijgen. Dat moet je niet onderschatten. Een DM is een direct message. Direct message, een berichtje op Instagram.
Een sms'je, een berichtje. En zo'n direct message, dat betekent eigenlijk... Hè, dus die mooie vrouwen, die krijgen dan berichtjes, die worden versierd, die krijgen aandacht. En wat hij dus heel goed kan duiden is van... er zijn ook jongens die nooit aandacht krijgen. Leraren luiden de noodklok en vinden dat het vak weer verplicht moet worden op het VMBO. Lang niet genoeg, het vak zou verplicht moeten worden op alle scholen, vindt Maarten van Rossum, want anders krijg je dit. Premier Margaret Thatcher trok in 1982 ten strijde tegen de Argentijnse bezetter. Hoe heet deze oorlog? Marlou? Nee, geen idee. Aniek, weet jij? Nee, sorry. Falklandoorlog. Sorry. Bonifacius was een missionaris. Tijdens een zendingstocht vond hij zijn einde in een van de Friese 11 steden. Welke stad? Harlingen. Nee. Queenie. Sneek. Nee. Martin. Leeuwarden. Nee. Jongens, 754, Bonifacius bij Dokkum vermoord. Ik hoor het, we moesten dat opdreunen. Ja, ik was er niet bij. Dus. Ik was er niet bij. Het is ook niet van levensbelang om dit te weten, toch Maarten? Nee, nog wel iets van iets groter belang dan het vorige onderwerp wat we veel te lang besproken hebben. Ja, god, veel mannen worden nooit volwassen. En die denken dit soort van dingen, daar ben ik van overtuigd. Er is natuurlijk bij al die emancipatorische bewegingen is een soort van ondergronds eiland waar die emancipatie niet de effecten heeft die misschien verwacht worden. Geef je er toch weer aandacht aan, ja. Hè? Doodzwijgen zou je dat zeggen. Ik kan niet laten om er iets over te zeggen. Het is vermakelijk en diep treurig tegelijkertijd. Goed, laten we het over het geschiedenisonderwijs hebben. Wat zijn jonge mannen toch miserabele wezens? Oude mannen niet? Minder. Die hebben deuken opgelopen, die zijn slecht uitgedeukt. Ja. Die worden te weinig doorgesmeerd. Dan kun je er van alles kun je daar met deze metafoor als je wilt. Die leven anders, ja, dat kan ik je garanderen. Alleen de tatoeages al. Bij oude mannen? Of bij... Nee, goed. Ja, jammer. Zullen we het over geschiedenis hebben? Ja, laten we dat doen. Ja. Waarom moet geschiedenis, laten we zeggen, tot in het laatste jaar van elke middelbare school als verplicht vak worden onderwezen, vind jij? Dat zou... Allerlei historische onderwerpen leiden tot aanhoudende maatschappelijke discussie. We hebben de laatste maanden natuurlijk een uitgebreide discussie gehad over de kwestie van het excuus aanbieden. Je kunt heel moeilijk twee dingen die elkaar in feite uitsluiten tegelijkertijd doen. Namelijk, je laat het geschiedenisonderwijs verschalen en vervolgens hou je uitgebreide maatschappelijke discussies over historische onderwerpen. Je bent naar mijn idee wel gehouden om dan ook te zorgen dat mensen in ieder geval de kans hebben gekregen om zich te informeren over die historische gebeurtenis. Ja. Dat lijkt mij voor de hand te liggen. Er wordt ook voortdurend geklaagd dat Nederlanders te weinig van hun geschiedenis weten. We hebben een hele discussie gehad natuurlijk sinds eigenlijk het begin van het populisme in Nederland over de identiteit van Nederland en hoe dat eruit zag. En toen hebben we die malle kanon gekregen met die venstertjes. Natuurlijk een hoogst ongelukkige ontwikkeling in allerlei opzichten. De geschiedenis bestaat helemaal niet uit venstertjes. Maar het geeft wel aan dat er een grote maatschappelijke behoefte is, lijkt mij. Ook als je kijkt naar goed verkochte boeken en mensen die met aardige, neem de biografie van Willem van Oranje, een mega werk wat toch goed verkocht wordt volgens mij. En tegelijkertijd zorgen we er dus voor dat in het onderwijs, op vrijwel alle niveaus, het geschiedenisonderwijs verschaald en minder wordt. Maarten, is het ook niet zo dat je tegenwoordig met de korte aandachtspannen van de jeugd, dat het juist op het moment dat het ertoe doet en het speelt, dat ze er dan open voor staan? En als ze het als algemeen onderwerp ergens een paar jaar daarvoor gehad hebben, dat ze die hele context niet eens kunnen plaatsen? Ik geloof er niks van. Meestal zijn ze gewoon niet bijster geïnteresseerd. Hoe komt dat inderdaad? Nou, dat heeft de ouders of dat heeft wel iets te maken, denk ik, met de afwezigheid van behoorlijk onderwijs daarvoor. Ja. Vergeet niet dat als je naar een normale middelbare school gaat, dan heb je die drie profielen. En in de helft van de profielen zit helemaal geen geschiedenis. Dan heb je een derde profiel, daar zit een beetje geschiedenis in. En een vierde profiel, daar krijg je normaal historisch onderwijs. Uit allerlei onderzoek blijkt, dit speelt natuurlijk al heel lang, dat mensen die voor de mammoet op de middelbare school hebben gezeten, cultureel aanzienlijk breder geïnformeerd zijn dan mensen die na de mammoet, en niet waar de hele profielenboel
op de middelbare scholen hebben gezeten. Nu begreep ik dat ze in het VMBO eigenlijk van plan zijn een hele geschiedenis op te doeken en waarschijnlijk te vervangen door algemene wereldoriëntatie of zo'n rolvat waar je in principe alles in kunt gieten. Maar Maarten, waarom is het zo belangrijk? Omdat het je in allerlei opzichten beter informeert over het heden. Stel voor, je wil iets weten waarom bijvoorbeeld de meeste kabinetten van Mark Rutte tot ellendige resultaten hebben geleid op sociaal-economisch gebied. Ja, dat is nou toevallig niet een onderwerp wat aan de orde is, maar het is heel nuttig als je weet dat een brede naoorlogse consensus, die in feite ook, laten we zeggen dat het heet de Keynesiaanse consensus, in de jaren 70 vervangen is door een neoconservatieve consensus. Die in allerlei opzichten nog steeds figerend is, met name in het ambtelijk. Mensen zouden anders gaan stemmen of het debat zou geavanceerder zijn. Het zou nuttig zijn als kinderen op school al, want je kunt dat ook als je een goede krant leest, kun je dat ook wel lezen, zo is het niet. Maar het zou nuttig zijn als kinderen op school al begrijpen dat brede en lang en soms vaag gedefinieerde opvattingen over hoe een samenleving in elkaar moet zitten, dat die zich kunnen veranderen, dat die wijzigen. Vaak zonder dat we precies weten waarom dat het geval is. Toch even iets over wat we aan het doen zijn als kabinet. Want, ja, daar vraag ik wel om, ja. Stukje geschiedenis. Kijk, ik ben het er heel erg mee eens dat we de laatste 10 jaar best achterover hebben geleund. Dat we heel veel aan de markt, aan het systeem hebben overgelaten. En dat we daardoor op heel veel vlakken achterstallig onderhoud hebben. En dat is ook waar we nu voor zo ontzettend veel grote opgaven staan. Die zijn we ook allemaal één voor één aan het aanpakken. De arbeidsmarkthervorming zit in mijn portefeuille, is ook het resultaat van 10 jaar lang beleidskeuzes of geen beleidskeuzes over hoe we vinden dat die arbeidsmarkt eruit moet zien. Ik vind het heel fijn dat u in feite toegeeft dat een groot deel van de maatschappelijke problemen waar Nederland voor staat, terwijl we tegelijkertijd een heel rijk land zijn, eigenlijk veroorzaakt zijn door de overheid zelf vanuit het perspectief van een vrij specifieke beleidsopvatting. Namelijk de beleidsopvatting, laat ik heel kort samenvatten, van de zelfredzaamheid. Dat klopt. Rutte heeft daar zijn carrière. Maar zelfredzaamheid, dat is ook bestudeerd natuurlijk of die er eigenlijk wel is. Een groot deel van de bevolking blijkt helemaal niet zelfredzaam te zijn. Lees daarvoor de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja. En als je dan toch op zelfredzaamheid koerst als overheid, dan veroorzaak je dus etterende wonden die na enige jaren enorme afmetingen moeten aannemen. Dat zijn we nu aan het aanpakken. Nee, wat er afgesproken dat ik iets meer tijd zou krijgen dan de vorige keer. Ik hoor de muziek al, Maarten. Ja, het is nu weer precies hetzelfde liedje. Ik ben nog niet begonnen met mijn betoog of dat gekloot van die muziek begint weer. Ja. En we hebben tijd besteed aan totaal irrelevante onderwerpen, niet waar? Nou, daar heb je toch ook over mee gepraat. Ik heb me ingehouden. Ik vond ook wat jullie over de infrastructuur zeiden van een zeldzame stomzinnigheid. Oké, nou, dank toch voor je komst, Maarten. Onze infrastructuur is helemaal niet te beschermen. Die is van een immense complexiteit. Het zijn 5 kabels. Die infrastructuur, maar wij hebben nog van allerlei andere infrastructuur. Wat dacht je daarvan? Okay. Wat dacht je ervan als ik de kruisende hoogspanningsnetwerken op zou blazen? En dan moet je de hele oceaan gaan verdedigen van die 5 kabels. Goed, wij praten hier. Dit was opeen voor vanavond. Jongens, hebben jullie morgen zit hier aan de BNF-vader. Nadia en Natasja. Slaap lekker, tot morgen.